Dank u wel. Ja, angst en onheil. Nederland, dames en heren, is in de afgelopen 10 jaar een bange en verkrampte natie geworden. We zijn eigenlijk vrijwel overal bang voor. En de vraag is, en die hoop ik dan gaan beantwoorden vanmiddag, is dat terecht of is dat niet terecht? Maar laten we eerst onze angstvisioenen eens even nalopen zoals ze ons gepresenteerd zijn in de afgelopen 10 jaar. En het grootste van al die angstvisioenen, niet waar in feite de wereld omspannend is, het angstvisioen van de islamisering. Als wij nu, althans volgens de propagandisten van dit visioen, als wij nu geen draconische maatregelen nemen, zullen we binnen een jaar of 20-30 in Nederland geïslamiseerd worden. Dat zal heel, ik weet niet, dus kunt nu nog een Korancursus beginnen, zodat u geprepareerd bent als het zover is. Misschien kunnen de dames vast met een hoofddoekje experimenteren. En dat is niet alleen een Nederlandse dreiging, dames en heren, maar dat is een wereldwijde dreiging, die eigenlijk groter en ernstiger en diep insnijdender is dan die van het communisme. Dit is veel en veel erger. Dat komt met name omdat de islamieten door hun ragfijne organisatie ervoor gezorgd hebben dat overal omvangrijke vijfde kolonnes van islamieten zijn. Zo ook in Nederland. Want niet alleen worden wij bedreigd, maar het hele Westen wordt bedreigd. Ook de EU zou op korte termijn geïslamiseerd kunnen worden en zelfs de Verenigde Staten worden bedreigd. En we mogen Israël wel steunen, want dat is eigenlijk zo'n beetje het enige werkelijke bastion tegen deze verschrikkelijke agressieve en gewelddadige ideologie. En samen met die islamisering hangen een reeks van andere angstvisioenen. En dat is natuurlijk daaraan gekoppeld, die van het internationale terrorisme, waarvan we de verschrikkelijke gevolgen op 11 september 2001 hebben aanschouwd. En u weet, er worden de laatste weken op Schiphol, praktisch elke week wordt er een terrorist aangehouden. Ja, dan beweren ze achteraf dat het eigenlijk geen terrorist was, maar dat moet u niet geloven. Ze zijn allemaal terroristen. Ja, dat kan geen toeval zijn. Het terrorisme, we worden over elke dag, niet waar, loopt u de kans dat u het slachtoffer wordt van een terroristische aanval. We hebben daar ook de AIVD is verdubbeld in mankracht om dit afschuwelijke gevaar te kunnen bestrijden. Ik moet zeggen, ik vind die toren hier, die Erasmus-toren, die vind ik ook niet verstandig. Zeker voor een stad als Nijmegen, niet waar, een metropool op de wereldkaart. Dat valt op, staat overal bij het hoogste gebouw van Nijmegen. Dus ja, u begrijpt, ben blij dat we in de laagbouw zitten, want ik hoop dat we de middag halen met dat ding. Het terrorisme dus. Een zaak van immense betekenis. Vandaar ook dat we een oorlog voeren in Afghanistan. Een oorlog hebben gevoerd in Irak. En eigenlijk het liefst nog alle andere oorlogen zouden voeren onder leiding van de Verenigde Staten. Een land wat ongekend succesvol is als het gaat om interventies in derde wereldmogendheden. Het terrorisme dus. Wat zit daar in feite nog meer aan vast? Het hele probleem van die vijfde kolonne die zich overal vormt en uitbreidt, namelijk de massale, ja gigantische influx van kansarme immigranten uit de niet-westerse landen, die natuurlijk allemaal moslims zijn. Dat moet nu gestopt worden. Als het niet gestopt wordt, dan gaat gebeuren wat Martin Bosma ons voorspiegelde. Ik vond het een zeer reële kijk op de toekomst. Dat we alle Nederlanders naar Australië moeten emigreren, omdat we door de islamieten uitgegooid zijn. U lacht er nu nog om. Ik spreek u nader. Ik ga maar eens met Martin Bosma praten. Dat zijn denkers van formaat, hoor. Potverdrie. Hij heeft er een heel dik boek over geschreven. Dat zou ik maar eens raadplegen als ik u was. Want ja, er is veel gelachen, maar oh wee. Ja, dus dat is de immigrantenstroom, dat is de hele kwestie van de ideologie van de islamisering en dat is de kwestie van het terrorisme en dan zijn we nog lang en lang niet klaar. Want wat dacht u van de EU, de Europese Unie, hè, waarvan u ook uw hele leven heeft gedacht dat eigenlijk wel een vrij voordelige zaak was voor Nederland, maar nee, dat blijkt een totale misvatting te zijn.
Niet alleen zuigt deze misdadige organisatie het geld uit onze zakken, hè, want wij betalen daaraan jaarlijks mega bedragen, echt gigantisch. U zou 3 keer op vakantie kunnen als we geen lid van de EU zouden zijn. Hè, zou een extra autootje kunnen aanschaffen in feite. Godzijdank hebben we nu Barry Matlener in Brussel, die zich volledig gaat inspannen met zijn 5-mans fractie in een parlement van 735 leden. Waar hij zich niet heeft aangesloten bij grotere groeperingen. Maar u zult zien, dat gaat heel wat opleveren. Want waarom is die EU niet alleen, is de EU hartstikke duur, maar je hebt er niks aan. Sterker nog, ze hebben allerlei maatregelen waardoor eigenlijk onze eigen soevereiniteit op hemeltergende wijze wordt aangetast. Je kunt geen scheet meer laten of de EU komt onderzoeken wat het CO2-percentage is. En voordat je het weet heb je een bon aan de broek hangen. Maar nog veel erger, dames en heren, is de aantasting van onze identiteit. We hebben die identiteit, die hebben we eeuwenlang hebben we die op de been kunnen houden. En nu wordt die identiteit eigenlijk weggeërodeerd door die claims van de Europese Unie. Dat dat dan zogenaamd een federale staat zou moeten worden. En dan zullen we daar hopeloos kopje onder gaan. We zijn per slot maar een piepklein landje. En dat zal dan verschrikkelijke gevolgen hebben in de zin dat de hele natie tenslotte verdwijnt. Ja, we moeten straks misschien ook even kort aan de orde stellen wat eigenlijk onze identiteit is. Want daar bestaat nogal onder ons verschil van mening over. Maar u zult zien, we kunnen dat met een klein beetje moeite wel definiëren. Ja, dus dat is de EU. Maar wat dacht u dan van de mondialisering op zichzelf? Niet waar, een gigantische bedreiging voor Nederland. He, als u een slurpend geluid hoort, dat is onze werkgelegenheid, die verdwijnt naar Oost-Azië. He? Ja, ik zag een programma van het programma Netwerk. Zoals u weet, een magistraal programma wat elke avond weer opvalt door zijn analytisch vermogen. En de knappe wijze waarop wereldontwikkelingen worden geanalyseerd en beschouwd. En daar zag je 2 mannen in stofjassen in een lege fabriekshal waar nog 1 machine stond. En de presentator liep op die mannen toe. Dat waren hele sombere mannen. Ik weet niet, ik geloof Limburgse mannen, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ja, hebben een zeker extra dimensie van somberheid over zich. Wat wel te begrijpen valt. Ja, u heeft gezien dat Maxime Verhagen wordt onze minister van Innovatie. Zou dat nou de meest geschikte persoon zijn? Oké. Ja, de mondialisering. En die presentator vraagt aan die 2 sombere mannen in de stofzaf, wat zijn jullie aan het doen? Ja, zei ze, wij zijn deze machine aan het demonteren. Ja, hoe komt dat dan zo? Ja, het bedrijf is opgeheven. Waar gaat die machine heen? De machine ging, weet Yangzhou, een zo'n provincie daar ergens in. Het leek me trouwens vrij kostbaar om al een vrij bejaarde machine met een schip naar China te brengen. Maar goed, dat vroeg die presentator niet. Ja, dat hadden ze hem niet opgedragen, dus wist hij veel. En de suggestie was eigenlijk dat we hier binnenkort helemaal niks meer hoeven te maken omdat de Chinezen het doen. He, die alles maken wat je eventueel nodig zou kunnen hebben. En ik moet zeggen, ik hoop dat de Chinezen ook de loodgieterij in Nederland overnemen. Het is misschien even reizen, maar ze zijn er waarschijnlijk sneller dan de Utrechtse loodgieters. Goed, de mondialisering, dat kan voor Nederland alleen maar rampzalige resultaten hebben. Als u er even over nadenkt, zult u zien, wat moeten we dan nog? Wat kunnen we dan nog zelf als de Chinezen alles 2 keer zo snel doen voor de helft van het geld? Wat heeft dat dan voor zin? Hoewel je ook wel eens denkt, zouden die Chinezen, die schijnen eigenlijk in enkele jaren gigantische netwerken van 4-baanswegen te kunnen aanleggen, zouden ze niet eens moeten vragen om naar die pleinen voor het station in Rotterdam, het station in Amsterdam. Ik geloof Arnhem is zelfs voor Chinezen niet te behappen. En nu geloof ik dat ze in Nijmegen ook in deze rij zijn aangesloten. Daar is het ook een zootje geworden. Daar zit beleid achter. Ja, volgende punt, de vergrijzing. Hè? Een rampzalig probleem, dames en heren. Wat moeten we met al die krakkemikkige oudjes? Hè? Ja, wat gaat dat kosten? Hè? Dat is voor de jongeren een last die ze niet torsen kunnen. Ja, godzijdank moet je dan de rollators nu zelf gaan betalen. He?
Dat is dan, dat scheelt natuurlijk al enorm. Maar of die elektrische wagentjes, of je dat ook zelf moet gaan betalen, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik vond dat wel leuke wagentjes. Ik wil niet zeggen dat ik ernaar verlang, maar... Ja, ik werd laatst op een rotondetje in Utrecht, waar ik rustig doorfietste, gepasseerd door een bejaarde in zo'n elektrisch karretje, zeg. Hij hing helemaal zo met de bocht mee. Zo. Ja, hij had in ieder geval nog plezier in het leven. Maar goed, wat moeten we, het vergrijzingsprobleem, hè, u weet, dat is in Nederland 100 keer ernstiger dan in enig ander land ter wereld. We zijn nu van 65 gaan we naar 66 en dan staat het kabinet ligt voor 2020 al naar 67. Waarom de Fransen naar 62 zijn gegaan, dat begrijp ik ook niet. Dat zou wel onverantwoordelijk zijn, neem ik aan. Dan hebben wij natuurlijk de verschillende aanvallen van virussen. Ik denk hierbij aan het vogelgriepvirus, aan het Mexicaanse virus. Godzijdank hebben we meneer Osterhaus, die dat voor ons in de gaten houdt. En u weet, het is elke keer weer ongekend ernstig. Hè? U heeft uw kippen, als u ze heeft, heeft u ze maandenlang opgehokt. En terecht. Hè? Want als u het niet had gedaan, waren er in Nederland 10.000 doden gevallen. Kan ik u verzekeren, 10.000 doden zouden zijn gevallen. Ik verwijs naar zoiets als het millenniumprobleem. Hè? Dat was toch ook een drama is dat geworden. Godzijdank hadden we miljarden gestoken in de voorbereiding, onder leiding van die Timmer van Philips. He, dan weet je zeker dat het in orde komt. Operatie Centurion. En alleen omdat we er miljarden in hebben gestoken, zijn er geen vliegtuigen neergestort en geen ballistische raketten toevalligerwijs opgestegen, auto's tegen bomen gereden. En godzijdank waren wij voorbereid. En dan tenslotte, ik weet niet of ik ze allemaal gehad heb, maar ik ga zo met u bespreken in hoeverre dit, ja... Nee, ik heb ze niet allemaal gehad, de misdaad. Wat dacht u daarvan? Je kunt in Nederland toch niet meer veilig over straat. Hè? Je bent eigenlijk elke avond dolgelukkig als je weer thuis bent. Hè? Je de deur achter je denkt, grote god nog aan toe. Hè? Ik heb al allerlei gedoe in de struiken gezien. Hè? Jihadisten met de AK-47 geweren. Ja, godzijdank krijgen we nu een ministerie van veiligheid... Onder leiding van Opstelten, die alleen door zijn stem al waarschijnlijk vele criminelen op het rechte pad zal terugbrengen. Maar u zult met me eens zijn dat de misdaad in Nederland echt een gigantisch probleem is, wat volledig uit de hand is gelopen. Ook veel ernstiger dan in alle andere landen ter wereld. Vergeleken met Nederland is Amerika een van de veiligste landen waar je kunt zijn. Het is echt, ja, hoe het mogelijk is dat dat bij ons zo uit de hand is gelopen, dat we die Marokkaanse straatterroristen maar hun gang laten gaan. Het is, ik weet niet hoe het in Nijmegen is, of hoe het hier zit met de misdaad. En wat dacht u van het aantal moorden in Nederland, hè, wat daar pan uitswingt. Elke moord daar, je ziet ze bij het journaal denken, een moord. Hè. Daar kunnen we dagen mee voort. Potverdrie, hoe erg is het, hè? Liefst 6 cameraploegen, dezelfde avond nog voor de deur. Wat ging er door u heen? Was het een lief meisje? Oh ja. Daar genieten we met volle teugen van. Terwijl we ook zelf denken, ik durf de deur niet meer uit. En wist u dat er veel, vooral wat oudere Nederlanders zijn, die de deur niet meer uit durven? Hè? En terecht. Hè? Want je bent vaak bij je voortuin nog niet uit of dan hoor je de machinegeweer al ratelen. Hè? Het is echt, het is werkelijk, het zwingt de pan uit. Hoe het zover heeft kunnen komen, hè, dat zullen we zo even uitleggen, hoe het zover heeft kunnen komen. Wat, de NS, die ben ik nog vergeten. U weet, in alle andere landen functioneren de spoorwegen vrij normaal, maar ik kan u ook ontraden, zorg dat u vandaag weer thuis komt. Morgen is het noodweerscenario. U moet rekenen met vertragingen van een uur. Want u weet, Nederland ook in toenemende mate een land wordt met extreme weertypen. Ja, het aantal orkanen, dat neemt hand over hand toe. De sneeuwval zwingt de pan uit, dat is echt, ja, waardoor... Waarom de klimaatopwarming tot extreme sneeuwval leidt, is mij niet helemaal duidelijk, maar
We hebben een winter achter de rug, dames en heren, waar ze in Siberië ook u tegen zouden hebben gezegd. Ten slotte reden er helemaal geen treinen meer. NS was er gewoon mee opgehouden. Wat tot een hoogst interessant bericht in de krant leidde, dat de sneltrein uit Berlijn, die was met 1 minuut vertraging in Oldenzaal gearriveerd en die is er vervolgens op de Veluwe vastgelopen. Ja. Nou. Er is één lichtpuntje, dames en heren. Eén enkel lichtpuntje. Voor zover ik het bekijken kan. Het is natuurlijk een beetje spin wat ik gegeven heb. En dat is de nieuwe regering. Want dat is toch een unieke ploeg. Van een daadkracht waar je echt al van achterover slaat. En ik wil ook even verwijzen naar de verklaringen van onze nieuwe minister-president. Waar ik ronduit zeer van onder de indruk ben. Zeer. Want ik weet niet of je het weet, maar Nederland gaat nu eindelijk van de rem af. Ja. Ja, dat u woont in Nijmegen, dus het was u niet opgevallen. Maar wij rijden eigenlijk al decennia op de rem. Die gaat er nou af. We gaan nu echt in een tempo bewegen dat zo internationaal... Niet waar dat we door de geluidsbarrière gaan. Bovendien, wou ik er nog even bij zeggen, Nederland wordt teruggegeven aan de hardwerkende Nederlanders. U weet, in de afgelopen 30 jaar zijn de uitkeringstrekkers en alle andere halve zolen en uitvreters aan de macht geweest. Dat is nu ook afgelopen 3. Dat is afgelopen 3. We sluiten ook het land volledig af voor allochtonen, zoals u weet. En nou ja, behalve dan voor Russen, mits die dan de Nobelprijs krijgen. Ja, Nederlander wint Nobelprijs. Ja, u heeft hem laten lopen, by the way. Hè? Ja, ik doe net of u uit Nijmegen komt, maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet, moet ik u eerlijk zeggen. Of dat u iets met de Nijmeegse Universiteit van doen heeft, weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik vond zijn bezwaren wel iets pijnlijks hebben. Ja, Dijkgraaf zei meteen, het viel wel mee, maar ik kon er wel iets in herkennen. Kennen, met name hè, als je een leuk onderzoeksvoorstel indient wat iets te leuk is en waarbij je eigenlijk nog niet voorspelt wat het onderzoek zal opleveren, dat is in Nederland niet verstandig. Hè. Als je een onderzoeksvoorstel indient in Nederland, moet je erbij zeggen wat eruit gaat komen, want dat, nou ja, dat geeft wel veiligheid en zekerheid. Hè. Ik bedoel, anders kan het alle kan voordat je het weet, laat je zo'n kikker ronddraaien in een magnetisch veld. Al moet ik zeggen dat ik direct dacht, welke politicus zou ik laten ronddraaien in een magnetisch veld? En wat voor gevolgen zou het hebben? He? Ja. Nou, ik laat dat helemaal aan u over. Ja, dus we hebben een nieuwe regering en zoals gezegd ook een magnifiek regeerakkoord. Indrukwekkend, staat namelijk niks in. Wat van enige betekenis is en wat erin staat deugt niet. Maar ik vond toch dat we het land weer terug gingen geven aan de werkende Nederlanders, dat doet je toch goed van binnen. Hè? Je werk je de takken en dan weet je dus eigenlijk dat al sinds de late jaren 50 hier de uitkeringstrekkers aan de macht zijn geweest. Hè? En wat is er van Nederland? Nou, kijk wat er van Nederland terechtgekomen is. Je kunt niet meer veilig over straat. Hè? Het is één grote puinhoop, economisch blijven we achter. Hè? Maar goed, we gaan van de rem. Hè? Ja, nou nu heb ik wel denk ik een aardige opsomming gegeven van de pathologie waar Nederland last van heeft. Ook nogmaals heel anders dan andere landen waar het ongekend veel beter gaat en de trein op tijd rijden, het extreem weer verboden is, uitkeringstrekkers zijn doodgeschoten en de immigranten er niet meer in kunnen. Denkt u aan zo'n gelukkig land als Denemarken, wat 6 plaatsen gedaald was op de competitive index omdat er geen immigrant meer in kan. He, zodat je moet het doen met de intelligentie van de modale Deen. Je kunt geen... Ja, kunt u ook... Nou ja, lach maar even eigenlijk. Kan helemaal geen kwaad. He. Ja, ik weet niet of u dat wist, maar... Ik weet niet of ik trots moet zijn eigenlijk, maar... Maxime Verhagen en Mark Rutte hebben allebei contemporaine geschiedenis in Leiden gestudeerd. Dat wist u waarschijnlijk niet, hè? Het moet een heel raar onderwijsprogramma zijn waarbij ik de 20e eeuw is overgeslagen. En ik vond het toch geruststellend dat het Leiden was. Hè? Want stel voor dat het Utrecht was geweest, dat je mede schuldig bent. Hè? Dat je denkt van...
Straks krijgen wij de schuld dat, dat de vorige eeuw is overgeslagen. Ja, ik kan me dat van Leiden wel voorstellen. Dat is natuurlijk een heel traditionele universiteitsstad. Dus die zetten er echt in 1899 zetten ze er een punt achter. En daarna is dat is gewoon nog geen, dat is nog geen geschiedenis. Dat heeft nog geen vorm gekregen. Hè? Denk nu maar aan Huizinga. Ik geschiedenis krijgt pas vorm na, wat is het, 500 jaar? Na 500 jaar. Dus we zitten nu dus zeg zo'n beetje in 1510. Hè? Dat begint vorm te krijgen. Daar heb je ook het gevoel, daar kun je je vinger achter krijgen. Hè? Wat ze toen dachten en voelden. Hè? Maar ja, de 19e, de 20e eeuw, dat is echt hopeloos. Ja, u lacht erom, maar ik had een collega, ik zal hem niet met name noemen, maar hij heeft het ver gebracht en die gaf nooit cursussen Koude Oorlog, want er was geen geschiedenis, zei hij. Ja, ik wou dat kabinet al geschiedenis. Oh nee, dat kan ik niet. Ja, laten we nou eens even kijken, wat is er nou waar van al die dingen die ik heb opgenoemd en die van ons een bange en verkrampte natie hebben gemaakt. Altijd bezig met de tobben en zich zorgen te maken en waar moet het heen en, nou, godzijdank, een kordaat kabinet. Ik zou het wel op prijs stellen als Rutte iets minder ging lachen, hè, dat je dit nou in elkaar getimmerd hebt alleen, maar om er nou alles maar bij te gaan staan lachen, dat vind ik niet prettig. En ik vind ook die body language, dat op elkaar schouders slaan, omdat ze nou allebei uit Leiden komen, ook niet prettig. Hè? Dat kan minder. Hè, dat hele touchy-feely gedoe, dat kan minder. Ik vond ook dat het overwaaien van dat huggen uit Amerika, ik vind dat iets afschuwelijks. Hè? Allerlei mensen aan je zitten waar je denkt van, nou, je vingers thuis. Hè? Ja, dat mijn moeder dat nou, ja, die is dood, maar goed, dat met je moeder dat nou doet, allee. Hè? Of, maar dat allerlei bekende, of wat zeg ik, onbekende, dan ja, zijn arm zo om je. Wat dat betreft was Wim Kok een ideale minister-president. Weet u nog dat Bill Clinton zijn arm om Wim Kok heen legde? En je zag Wim Kok denken, gaat verder. Ja. Terwijl ik zag nog eens Balkenende, die was bij Berlusconi op bezoek. En Berlusconi, ook zo'n touchy-feely type, die deed zijn arm om Balkenende. En ik zag toch niet, ik vond dat Balkenende onmiddellijk als door een sidderaal getroffen had hij moeten reageren. Maar nee, kennelijk vond hij het leuk. Ja, dat geeft te denken of hij heeft solliciteerd naar een internationaal baantje, dat zou kunnen. Het wonderlijke is dat ik blij was dat ik van Balkenende af was en dat ik nu al niet meer zeker weet of dat een terechte emotie was. Hè? Kunt u zien hoe zorgelijk ik gestemd ben. Ja, laten we nou eens even al die gevaren die ons bedreigen, laten we die eens allemaal systematisch nalopen. De islamisering, laten we eens beginnen met de islamisering. In Nederland, dames en heren, is iets meer dan 5% van de bevolking is Mohammedan. En die 5% van de bevolking, dat is dus, zou ik zeggen, voor elke statisticus een kleine minderheid, die is bovendien, wordt die systematisch door ons gediscrimineerd en bevindt die zich, afgezien van enkele succesnummers, in een toestand van maatschappelijke achterstand. En nu moet ik geloven dat die 5% ons in de komende 20 jaar, want het is niet een lange termijn project of zo, nee, in de komende 20, 25 jaar gaat bekeren tot de islam. Vandaar mijn vraag, wie is er al begonnen aan een Korancursus? Heeft u wel eens geoefend met zo'n doekje? Hoe moeten we ons dat eigenlijk precies voorstellen? Dan denkt u natuurlijk even bij uzelf, want dat denken alle Nederlanders, ja, dat kun je nou weer zeggen, maar ze planten ze voort als de konijnen. Je kijkt 10 jaar de andere kant op, het zijn er 10 keer zoveel geworden. 50%. Ja, want ze kunnen rekenen. Potverdrie. Is dat zo? Klopt dat ook? Nee, dat klopt helemaal niet. Want het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft uitgerekend dat maximaal het aantal Mohammedanen in Nederland 9% van de bevolking zal bedragen. We zijn daar bovendien al in 2040 of in 2050. Waarbij dan ook nog het impliciete uitgangspunt is dat die lui 75 jaar lang geharnaste Mohammedanen zijn geweest. Maar dat zeggen ook degenen die ons de angst aanjagen, dat Mohammedanen zijn allemaal radicale Mohammedanen. Want als ze dat niet zijn, zijn het geen Mohammedanen meer.
Dat is ook een hele interessante definitietruc in feite. Nee, dat is natuurlijk heel erg onwaarschijnlijk. Hoeveel Mohammedanen, denkt u, zijn bijvoorbeeld regelmatige attente moskeebezoekers in Nederland? Wat denkt u? Ongeveer een kwart van de Mohammedanen gaat regelmatig naar de moskee. Ja, zult u zeggen, maar ze vieren de Ramadan. Je kon laatst in Amsterdam geen taxi krijgen, want ja, ik had het niet in de gaten, het was Ramadan. Wat irriteerde mij natuurlijk, maar ja, de Ramadan is net zoiets als onze kerstmis. Ik ben totaal ongelovig, maar ik ben altijd gepikeerd als mijn vrouw geen kerstboompje wil. Ja, mijn vrouw probeert elk jaar weer van, we doen takken. Ik heb niks met takken. Ik wil een boompje. Bovendien heeft mijn vader zaliger, die heeft 50 jaar geleden zo'n kerststalletje gemaakt, waar ik zeer aan gehecht ben. Dus dat stel ik altijd op. Je kunt tegenwoordig op de markt kun je zo'n kameel krijgen en zo. En alles wat die drie koningen hebben meegesleept, zal ik maar zeggen. En dat stel ik altijd op. En het is ook enorm leuk als je kennis op bezoek komt, want je ziet ze kijken en denken, grote god, wat zullen we nou beleven? Zou die zich toch bekeerd hebben? Hij heeft natuurlijk een enge ziekte en ja, wil nu dan toch een soort garantie dat hij er bij Petrus voorbij mag. Nee, zo is het ook met het suikerfeest voor heel veel Mohammedanen. De meeste Mohammedanen in Nederland zijn helemaal niet fanatiek. Ja, zult u zeggen, maar dat ze doen net alsof. Ze hebben onder hun bed, hebben ze een drie, zo'n kromzwaard liggen, wat ze bij de weekkamp hebben besteld. Dingen die kosten daar vrijwel niks. Tot de dag daar is, dan zullen ze allemaal tevoorschijn komen als jihadisten. Nou ja, daar hebben we die AIVD voor. Ik weet niet of u dat gevolgd heeft, maar de directeur van de AIVD heeft, denk ik, een maand of twee, drie geleden bekendgemaakt dat er waren helemaal geen jihadisten in Nederland. Ze hadden zich de takker gezocht. Nergens een jihadist te vinden. De dreiging van terrorisme in Nederland is vrijwel afwezig. Zo zeer afwezig dat de directeur van de AIVD iets heel raars zei, waar de media zoals gewoonlijk weer helemaal niet op gelet hadden. Hij zei, ja, wij gaan nu infiltreren ter plaatse. In Jemen, Pakistan. Dus ik dacht, hoe gaan ze dat precies doen? Je ziet dan zo'n blanke Nederlander, leuk in de spijkerbroek, die daar ergens boven Sanaa in de bergen gaat vragen, zegt, zijn hier nog Al-Qaeda-leden in de buurt? Ik kom namens de Nederlandse AIVD. Een totaal gestoord bericht waar niet op gereageerd wordt. Dan zult u misschien zeggen, nou ja, dan valt het misschien in Nederland wel mee, maar hoe is het in de EU? Want heeft onze grote leider, de grote Geert, heeft hij niet gezegd dat er in de EU 54 miljoen moslims zijn? Nou, laat die zich nou misschien dat ze zich in Nederland rustig houden op het punt van de reproductie, maar elders vast en zeker niet. En 54 miljoen moslims, reken nou 15 kinderen per gezin, dan zit je in no time, nou ja, moet je naar Australië. Hè? Maar is dat ook zo? Zijn er 54 miljoen moslims in Europa? Nou, dan moet je een hele rare definitie van Europa gebruiken. Dan moet je namelijk uit de Oeral een loodlijn naar beneden laten. En dan neem je namelijk een groot aantal Mohammedanen mee in zuidelijk Rusland. Die zijn al Mohammedaan sinds Mohammed, zal ik maar zeggen. En dan zijn het er 54 miljoen. Dus aan u eigenlijk de vraag, hoeveel moslims denkt u dat er in de EU zijn? Want dat was natuurlijk de switch die ze gemaakt hebben. Je denkt dat het de EU is, maar het gaat eigenlijk over een wonderlijke definitie van Europa die sinds de Gaulle uit de mode geraakt is. Ja, wat dat betreft, Geert heeft wel iets van de Gaulle. Hetzelfde formaat, dezelfde enorme intelligentie, dezelfde gehechtheid aan de natie. Het is nog zo'n kepi en dan kan hij er helemaal tegen, zou ik zeggen. Kun je dan dat haar niet meer zien natuurlijk. Ja, hoeveel denkt u dat er hoeveel inwoners heeft de EU trouwens? Heeft u enig idee? U heeft geen idee, hè? 0,0. Dat is ook heel opmerkelijk. Alle Nederlanders die zitten tot de snor vol met meningen over de EU en ze weten er totaal niets van. Nul. Ik ga u een hele reeks van vragen stellen.
Ja, nou ja, dan ziet u dat u niet voor niks aan zo'n universiteit bezig bent. Ja, de EU, dames en heren, heeft ongeveer 500 miljoen inwoners op dit moment. Hij krimpt snel, qua demografisch krimpt het snel. Dat is een heel interessante ontwikkeling op zichzelf. Het is eigenlijk de eerste grote industriemacht, hè. Het is nog steeds in feite de grootste industriemacht ter wereld, de grootste exporteur ter wereld, de grootste importeur ter wereld. Niet voor niks zijn die Chinezen ons geïnteresseerd. Dat we het zelf niks vinden is vers 2, maar goed, toch is het zo. Aan het eind van deze eeuw zullen er nog 400 miljoen Europeanen over zijn. Dus 100 miljoen zijn we er kwijtgeraakt. Als het maar de juiste Europeanen zijn, dan is dat misschien niet zo erg. Of we dat in de hand hebben is vers 2. Ik las dat als de Italianen zo doorgaan, die hebben het laagste reproductiecijfer in Europa, 1,1 kind per relatie, dan zal over 300 jaar de laatste Italiaan sterven. Ja, ik zie u denken, dat worden goedkope vakantiehuisjes. Ja, iemand moet daar toch gaan wonen. Ja, we hebben in Europa iets minder dan 4% Mohammedanen. Cijfers zijn niet helemaal eenduidig, maar ergens tussen de 16 en de 20 miljoen Mohammedanen wonen er in Europa, waarvan ongeveer de helft in Frankrijk. Ja, je zult zeggen, net goed. Beetje flauw natuurlijk, maar toch. Ja, de helft woont in Frankrijk. De andere, ook daar is het een niet erg overtuigend scenario dat de betrokkenen, dus die andere 480 miljoen mensen gaan overtuigen van het nut en de immense inspiratie en zekerheid die de Koran nu eenmaal heeft te bieden aan diegenen die de moeite hebben genomen om het te lezen. He? Ja, moeten we hem verbieden, ook zowat. Dat vond ik zelf eigenlijk een prima idee, maar dan komt er een hele reeks van verboden. He? Dan gaat het Oude Testament gaat er ook uit. He? Ik las laatst volkomen toevallig een stukje over Mozes, dat je denkt, grote God, dat moet de grootvader van Mohammed zijn. Hè? Ook zo'n geweldenaar, hè? Gewelddadig, ik weet niet, als een andere stam was veroverd, dan moesten alle mannen sowieso een kopje kleiner gemaakt worden. Alle vrouwen die de bijslaap al kenden ook, ja, alleen de vrouwen die de bijslaap niet kenden, die, hè? Dus doe het maar voorzichtig aan in de komende jaren. Hè? Ja, in feite zijn natuurlijk, dat is ook zoiets wonderlijks. We winden ons altijd enorm op over de fundamentalisten onder de Mohammedanen, die er natuurlijk zijn. Neem die salafisten in Nederland, zou ik maar zeggen. Heeft u laatst zeker wel gezien, dat onderzoekje, hè? Dat ze niet gevaarlijk waren. Nou, dat kun je in Nederland, daar kom je niet mee weg met zo'n kletspraatje. Hè? Die lui zijn levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Hè? Die hebben niet alleen een kromzwaard, die hebben ook een speer en nog wel een aantallen, zeg. Pots voor drie nog en toe. Ja, al die orthodoxen zijn natuurlijk zo knettergek. Ik bedoel, orthodoxe joden zijn niet beter dan orthodoxe Mohammedanen. Wat dacht u van orthodoxe christenen? Hè? Wat dacht u van de Verenigde Staten en de orthodoxe evangelische, daar word je ook niet verschrikkelijk vrolijk van. Maar gek genoeg vergeten we dat heel makkelijk. En voor ons zijn alleen de Mohammedanen, dat is een politieke ideologie, ook zo'n wonderlijke toenuren, maar goed. Allee, ja, dus ook in Europa is het geen waarschijnlijk scenario. Ik weet niet of u laatst Wilders in New York heeft gevolgd, misschien toch een beetje. En toen had hij daar een redenvoering gehouden, die waar ik natuurlijk wel nieuwsgierig naar was, bij allen trouwens. En de reactie in de Nederlandse pers was dat het 100% meeviel. Het was een hele gematigde, rustige reden. Maar kennelijk heb ik een hele andere reden gelezen, hè, die waarschijnlijk alleen verspreid wordt door de linkse bladen. Want daarin zei hij dat als New York nou niet heel snel maatregelen nam, dat het in no time in Mekka zou veranderen. Echt waar? Denkt u, ja, u zit me aan te kijken van, nou, dat zou best eens kunnen. Hè? Dat zou best eens even kunnen. Zeker wel. Potverdrie. Ja, dus dit is allemaal eigenlijk een wonderlijke fobische reactie op een lokaal probleem. Dat lokale probleem moeten we ook niet wegredeneren. Dat is een lokaal probleem, maar het is een lokaal probleem in de grote steden. Hè? Ja, en nu hebben we, zoals u misschien denkt, hè, hebben we het immigratie praktisch. Is er bijvoorbeeld, laat ik daar even mee beginnen, is er in Nederland sprake van een massale immigratie van kansarmen?
U heeft geen idee eigenlijk, hè? Eigenlijk gelooft u gewoon wat die halve zolen u wijs maken. Daar komt het eigenlijk op neer. Want u bent ook niet, als ze dat zeggen, van dat er... Heb ik ook Mark Rutte by the way horen zeggen tijdens de campagne, hoor. Ja, Leiden in de bocht. Ja. Ik zou zeggen, kijk dus naar de cijfers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een magnifieke website. Interactief, u kunt er van allerlei knoppen aanknippen en kunt er van alles zien. De massale emigratie, dames en heren, in Nederland is gestopt in 2001. En dat hing samen met een nieuwe vreemdelingenwet. Wie heeft die ook weer gemaakt? Rob Cohen. Ja, die lullige Marokkanen knuffelaar, hè? Die zakkige theedrinker, hè? Die lapswans die de boel bij elkaar wilde houden, hè? Dat moet je niet proberen, de boel bij elkaar houden, hè? Polariseren, dat levert wat op, hè? Je moet het zo erg mogelijk maken. Ja, de nieuwe vreemdelingenwet en de conjunctuurbreuk van 2000 en 2001. Weet u dat we jarenlang netto emigratie hebben gehad? U moet voor de aardigheid vanavond even op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek kijken en kijken wat de instroom is uit Marokko in de afgelopen 2 jaar. Ben ik heel benieuwd wat u daarvan vindt. Ja, u kan zeggen het moet nul wezen, maar het is ergens zo rond de 2000 per jaar. Dus in feite is dat tot stilstand gekomen. Is er een massale immigratie in Nederland? Ja, van arbeidszoekenden. Maar waar komen die vandaan? Ja, precies, die komen uit Oost-Europa. En die kunnen we niet tegenhouden, want dat kan niet. In de EU heb je afgesproken dat in principe die lui hier het recht hebben om te komen werken. En ik moet u zeggen, ze zullen hier ook niet zo heel lang werken. Want dan is hun inkomensniveau op het ons en dan kunnen we gewoon weer Nederlandse loodgieters nemen. Want eerst bij mij in de buurt waren het Poolse busjes met allemaal deuken erin en roest eraan en zo. En toen waren het van die VW-busjes, weet u wel, met zo'n turbodiesel erin. Dat is in het busjeswezen is dat de top van, hè, dat moet je hebben. En nu zijn het Mercedes'en. Dus ja, de volgende keer is het een Bentley en dan is het afgelopen dat... Zelfs in nette buurten kun je niet zoveel vertimmeren dat er een Bentley aan blijft hangen. Ja, dus er is wel immigratie, maar daar valt niks aan te doen. U was diep onder de indruk, want ja, u was sowieso diep onder de indruk van het regeerakkoord vanwege aan die immigratie wordt volledig een eind gemaakt. Hè. Totaal, moet u zien wat een creatieve maatregelen ze ook bedacht hebben om dat te doen. Die zijn allemaal, dames en heren, in strijd met Europese... en internationale verdragen die Nederland heeft gesloten. Geen enkele Nederlandse rechter zal daarmee akkoord gaan. Al die organisaties zullen voor het gerecht de zaak voor het gerecht brengen en dan wordt het afgewezen. Ja, zeggen ze, de onderhandelaars, ze gaan het aankaarten in Europa. Hè? Met de andere 26 leden van de Europese Unie, die natuurlijk zodra Geert verschijnt, zeg maar natuurlijk, dat spreekt voor zich. Die hele zaak gaat op de helling, hè. Daar komt geen neger meer in. He? Al komt hier de hele Middellandse Zee overgeroeid. We torpederen die dingen gewoon. De hoogte van Sicilië. Ja, nee. Dat is helemaal niet uitvoerbaar. Dat wisten ze best. Maar ze gaan mooie sier maken met dit zogenaamde akkoord. He? Krijgt Geert zijn zin als het gaat om het verbod op de bouw van moskeeën? Nee. De grondwet wordt niet aangepast en in Nederland heb je vrijheid van godsdienst. Je kan net zoveel moskeeën bouwen als je wil. Het zou misschien wel lollig zijn om, gewoon ook als je helemaal niet Mohammedans bent, toch een moskeetje te bouwen. Ik zal u eigenlijk een aardig voorbeeld geven. Ik reed hierheen met een brave Nijmeegse taxichauffeur en hij vroeg wat ik ging doen. Dus ik gaf hem de hele korte inhoud, daar was ik in 3 zinnen mee klaar. En hij begon natuurlijk meteen over de moskeeën. Daar vond hij toch, ja, daar was hij niet gelukkig mee met die moskeeën. Want ja, dat viel toch op en zou ik zeggen, oh ja, waar staat hij dan in Nijmegen? Hij had geen idee. Dat is vrij karakteristiek voor de modale Nederlander. Hè? Hij had geen flauw idee. Want ik was natuurlijk benieuwd, ik zeg, god, ik ga er straks even heen en ja... Ik wil het wel zien, ik vind daar bij Zaandam, vind ik dat leuk, het oogt leuk. En bovendien ben ik bereid om met iedereen te wedden dat ook de moskeeën in Nederland over 50 jaar verbouwd zullen worden tot appartementen. Zoals het met de Rooms-Katholieke kerken ook overal gegaan is. En dan zijn die minaretten natuurlijk, daar heb je een heel leuk klein appartementje aan.
Met uitzicht, hè? Blijvend vrij uitzicht. Daarom vind ik ook dat ze met 4 minaretten moeten werken, hè? Dat zal ook de onroerend goedprijs. Hè? Ik zou wel eens een minaretje willen doen. Ja, waar was ik gebleven? Bij Europa, ja. In hoeverre... Ik hoop dat ik u enigszins heb overtuigd van het betrekkelijk onwaarschijnlijke karakter van het islamiseringsscenario. He, want ze geven nooit... Ze komen altijd met incidenten. Ze geven nooit structurele voorbeelden hoe dat dan in principe zal gaan. Je zou er nog aan toe kunnen voegen, er is maar één grote wereldgodsdienst die centraal geleid wordt. Dat zijn de katholieken. Ja, die zitten nu ook met de gebakken peren natuurlijk, hè. Ja, omdat zo'n organisatie kan erop aangesproken worden, maar zoals u weet, er is geen centrale leiding van de islamitische wereld. Sterker nog, de religieuze variëteiten in de islamitische wereld zijn minstens even groot als ze zijn in de protestantse wereld. En die zijn gigantisch groot, kunnen we rustig zeggen. Dus het blijft een raadsel waarom we ons op laten jennen met deze zogenaamde dreiging. Dat is zo merkwaardig. Kijk, dat je in Amsterdam-West zorgen maakt als juwelier, daar kan ik me iets bij voorstellen. Hè? Maar ik was trouwens wel verrast over het feit dat er in Amsterdam-West überhaupt juweliers zijn. Ja, maar die zijn er dus. Maar dat je daar ook in een Maasdorp je druk over maakt, dat zal misschien ook misschien een beetje andere reden hebben. Maar het is een fobie die, het is een soort van paranoïde obsessie die met de werkelijkheid niets van doen heeft. Maar je ziet hoe effectief die obsessie in de afgelopen 9 jaar is geweest. Want wie is daarmee begonnen? Ik hoorde laatst weer zo'n figuur voor de tv zeggen dat Fortuyn toch weer heel anders was dan Wilders. Ja, gematigder, fatsoenlijker, ironischer. Dat is een fabeltje, dames en heren. Dat is de grootst mogelijke onzin. Fortuyn is begonnen met deze paranoïde obsessie. Fortuyn heeft in 1997 een boekje geschreven tegen de islamisering van Nederland. Een heel raar boekje trouwens, u zou het eens moeten lezen. Fortuyn is begonnen in feite met ons bang te maken voor van alles en nog wat. Of hij dat zelf geloofde, hij was te intelligent denk ik om het helemaal echt te geloven. Dat is moeilijk te zeggen, bij Wilders weet ik het niet. Of die het gaan... He, want u weet, er is een heel leuk YouTube-filmpje waarop Wilders haarfijn uitlegt waarom Fortuyn geen gelijk heeft. Dan moet u even op. Gebruikt u dat internet wel een beetje actief? He? Ik heb het gevoel dat u de knoppen niet vinden kunt, hoor. Ja, u doet een beetje denken aan... Nou, nee, laat ik dat niet zeggen. Ja, dan komen we aan de EU, dames en heren. Dat is een interessant geval, want u weet... Hoe bedreigt de EU ons? In Brussel groeit een superstaat, weet u het nog, van 2005. In Brussel groeit een superstaat die zijn tentakels uitspreidt, nietwaar, over al die fijne traditionele Europese landen en die alles dooddrukt wat daar dood te drukken valt in principe. Laten we eerst eens kijken, wat besteedt Brussel, wat is het budget van Brussel als deel van het bruto binnenlands product van de Europese Unie? Wat denkt u? Dat is namelijk wettelijk vastgelegd. Als u een klein beetje de krant heeft gelezen, dan kent u dat cijfer uit uw hoofd. Wat is het, denkt u? Vooral vraag ik dit aan mensen die in 2005 tegen hebben gestemd. Hè? Wat denkt u zo? Ja, nu denkt u, oh, hij luistert me erin. Hè? Hij luistert me erin. Nee, het gaat om het percentage. Het is een vrij forse som. Wat? Nou, dat is wel heel laag. Het is ruim... Ja, het is ruim 1%, ik geloof 1,04 of zoiets dergelijks. Dat nogmaals, het is wettelijk vastgelegd in het verdrag, meer mag het ook in principe niet worden. Dat is nog een vrij fors bedrag. En nu mijn vraag, want u weet dat wij netto betalers zijn, dat wordt, staat ook altijd groot in de krant, maar het wordt netto vet gedrukt, hè, wat verschrikkelijk. Netto, ik moet er even bij gaan zitten. Netto betalers zijn wij. Hè. Wat erg, wat denkt u? Wat denkt u dat u er persoonlijk aan kwijt bent? Het gaat om het netto bedrag, want u weet, bruto betalen we wat. En dan wordt een gedeelte van het geld teruggesluist naar de Flevopolder, want dat is dan een derde wereldland. Hè? Ja. Je zou zeggen, kunnen ze beter naar Limburg doen. Maar. Ja, wat denkt u? Wat bent u eraan kwijt? Per jaar, ongeveer. Doe er eens een slag naar. Het interessante is, ja, ik durf u niet meer te vragen wie er tegen heeft gestemd, want die zijn nu allemaal, die denken, dat ga ik hem niet vertellen. Hè.
Maar ik vind wel dat u zich een beetje moet schamen. Hè? Het was ook voor mij een bittere teleurstelling dat Plasterk tegenstemde. Waarom niet? Ik vond dat onbegrijpelijk. Maar het was helemaal geen constitutie. Het was ook dat propagandamateriaal van de overheid was van een volstrekte achterlijkheid. Dat moet natuurlijk toegegeven worden. Maar en ook, wie van u heeft in de tijd die twee foldertjes gelezen die u gratis in de bus heeft gekregen? Die eerste was heel somber, hè, met donkergroen en zwart, weet u nog? En de tweede, omdat niemand dat gelezen bleek te hebben, hadden ze bij de tweede Katja Schuurman voorop gezet. Alleen de tors. Ziet, hè? Dat denken ze in Nederland. Als je Katja Schuurman ergens opzet, dan weet je zeker dat het gelezen wordt. Hè? Ja, hoewel dat maar de helft van de bevolking is, zou je zeggen, maar goed. Ja, wat kost het u, denkt u? Per jaar? Nou, dat is nou wie? Hoeveel? Dat is ietsje te hoog, maar u zit heel aardig in de buurt. Het is netto bedrag, het is een beetje rekenen, maar het zit ergens tussen de 160 en de 200 euro netto per persoon per jaar. Hè? Dus dat is, ik rond het allemaal even af, een half eurotje per dag in feite kost het u. Hè? Dat betekent, het is ongeveer het bedrag wat uw kinderen in één weekend stappen uitgeven. Dus u geeft ze opdracht één weekend niet, jongens, voor Europa. Hè? Gaan we samen Europa bediscussiëren in de huiskamer. En dan bent u er al uit eigenlijk. Maar nu komt een veel interessantere vraag. Wat levert het u op? Daar lees je nooit iets over. Never, nooit lees je over wat het oplevert. Het levert natuurlijk ook iets op. Wat denkt u? Wat denkt u dat het oplevert? Ja, heel goed. Wie zei dat? Ja, u herinnert zich dat stuk uit de NRC. Dat is het laagste bedrag waar de deskundigen het over eens zijn. Er zijn wel mensen die zeggen het is waarschijnlijk 2 maal zoveel. Het zit ergens tegen de 5000 euro per jaar aan, maar dat is natuurlijk, het is lastig te berekenen. Maar die 2200, daar is men het wel over eens, daar kun je op koersen. Dat betekent dat het u netto per jaar 2000 euro oplevert. Want we zijn een transitoland en dus voor ons is dat heel aantrekkelijk natuurlijk, dat in principe één grote markt is. Denkt u ook aan de mogelijkheden voor landbouwexport. We zijn niet voor niks de derde landbouwexporteur ter wereld geworden. Dat is gedeeltelijk is dat gekoppeld aan of we dat willen blijven gezien het droevige lot van kippen en varkens is vers 2. Daar hebben we het nou niet over, maar voor ons is het een hele voordelige zaak. Lees je dat ooit ergens? Nee. Want die EU wordt dus voortdurend verdacht gemaakt en het geld willen we terug en het is schande en het tast onze identiteit aan. Zou dat nou zo zijn? Hebben we enig idee wat onze identiteit is? Bent u dat bijvoorbeeld, hè, die in uw vrije tijd aan de Open Universiteit studeert, of is dat de secretaris van de carnavalsvereniging in Nune? Of is het zo'n waddeneilandbewoner die u ook wel kent met zo'n baard die heel erg zo dat werk. Ja, wie is het eigenlijk? Ja, ik kan niet laten u een rare anekdote te vertellen. Het dagblad Trouw, wat zich ook afvroeg, wat zou die identiteit van ons aan hemelsnaam kunnen zijn? Weet je wat, we vragen het de lezers. Wat is de identiteit van Nederland? Wat karakteriseert nou onze identiteit? En wat denkt u dat nummer 1 eindigde bij de trouwlezers? Ik bedoel, dat geen telegraaflezers, maar trouwlezers. Hè? Wat denkt u dat nummer 1 was? Oliebollen. Ja. Ja. Indrukwekkend. Indrukwekkend. Te meer als u weet dat de EU een heel besluit aan het voorbereiden is voor het verbod op oliebollen. He? Daar gaat de beuk in. He? Dat is zo slecht voor de mens. He? Er zijn mensen die dan na 1 oliebol al overleden zijn, wist u dat? Wist u trouwens, weet u wat nummer 2 is op deze lijst? Ik heb alleen de top 3 onthouden, dus ik kom niet verder dan nummer 3. Wees u niet bevreesd. Wat denkt u dat nummer 2 was? Ja, rookworst. Maar nog leuker is nummer 3. Wat dacht u dat nummer 3 was? Moet u niet in de voedselsector zoeken, maar in de culturele constanten, om het maar zo even te noemen.
Nummer 3 was gezelligheid. Heel interessant, omdat het impliceert dat dat een unieke Nederlandse eigenschap is. En als het in België even gezellig dreigt te worden, dat ze meteen zeggen, ho, 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 hè? Dat is Nederlands, daar doen wij niet aan mee. Hè? We houden het hier zo ongezellig mogelijk. En toen dacht ik tenslotte bij mezelf, wat is nou eigenlijk, wat moeten wij absoluut tot elke prijs zien te behouden? Ik denk even niet aan Rita Verdonk's Sinterklaasfeest. Wat moeten we tot elke prijs zien te behouden, is het recht om de hele avond oliebollen en rookworst te eten in een verpletterende familiegezelligheid. En dat je dan om 12:00 de ambulance belt en kijkt of die inderdaad binnen 13 minuten er is. Hè? Want u weet, als die er meer dan 13 minuten, dan kunt u klagen. Hè? Ja, ik lijk bij slagadelijke bloeding lijkt me 13 minuten ook al betrekkelijk lang, maar ja, misschien is het ook wel een prettige dood. Ja, waar was ik gebleven? Dus hoe erg is die EU eigenlijk? Dat is dus een fabeltjesland. Het is voor ons een enorm voordeel. Onze identiteit wordt er helemaal niet door bedreigd. Dat is gewoon fantasie. En bovendien, hoe dacht u dat wij zelfstandig gingen onderhandelen internationaal? Weet ik veel, in de World Trade Organization of zo. Dat is toch ook een wonderlijke illusie dat dit postzegelgrote land daar dan nog een belangrijke rol zou gaan spelen. Spelen wij dezelfde rol in de EU als in de tijd in 1958, toen er 6 leden waren? Nee, dat is zo klaar als een klontje en dat komt ook nooit meer terug en daar is ook niet zo verschrikkelijk veel aan te doen. Maar die wonderlijke afkeer en haat en angst die zich ontwikkeld heeft in Nederland op dit punt, die slaat werkelijk helemaal nergens op. Komen we, dames en heren, aan de misdaad? Koppelt dat ook nog een beetje aan het terrorisme, zal u daar ook een paar leuke feiten over vertellen. Hoe is het echt met de misdaad in Nederland? Neemt die hand over hand toe, zoals je wel de indruk krijgt? Nee, de misdaad in Nederland, dames en heren, daalt al 20 jaar. Niet alleen in Nederland overigens, maar de misdaad in het hele rijke Westen daalt al 20 jaar. Hè, dat was een tijd dat je in Manhattan geen 300 meter kon lopen zonder dat je beroofd werd. Daar had je ook mugging money voor, hè? In een speciaal zakje, dus dan werd je overvallen en zei je alsjeblieft, mugging money. En dan 100 meter verder werd je weer beroofd enzovoort. De muggers die wisten ook dat je een bepaald bedragje kreeg. New York, zoals u weet, is nu even veilig als in 1961. Dat was ook al niet erg veilig, maar dat is een stuk beter dan tijdens de crack-epidemie. Maar in Nederland neemt in feite de misdaad, is in Nederland sterk afgenomen. Daarom is het zo raar dat we nu een ministerie van Veiligheid krijgen. Ja, dat is eigenlijk, met die minimumstraffen, dat is ook al een totaal verkeerd idee, die minimumstraffen. Daar moet u maar eens iets over opzoeken wat de effecten daarvan in de Verenigde Staten zijn geweest. Dat moeten we vooral niet aan beginnen. Dames en heren, dat is allemaal goedkope symboolpolitiek. Zullen die 3000 extra agenten voorkomen dat u misschien toch een keer beroofd wordt? Nee, want die zitten in Nederland op het bureau te typen op een machine die nog uit de DDR afkomstig is. Omdat de computersystemen niet functioneren, zoals u weet. En de communicatiesystemen ook niet. Ja, neem maar even die moorden in Nederland. Hè, want u weet, dat stijgt ook de pan uit. Maar is dat ook zo? Hoeveel moorden worden er in Nederland per jaar gepleegd, denkt u? Dat heeft u ook dus geen idee. Als ik zeg van, nou, dat zijn er 1395. Dan zegt u van, god, dat vind ik wel vrij veel. Maar u gelooft het direct eigenlijk. Hè? Maar is het ook zo? Nee, hè? Nee, het zijn er 160 per jaar en dat is in de afgelopen, juist in de jaren van onze angst en onze onzekerheid, is het van 200 teruggelopen naar 160. Overigens weet niemand waarom dat zo is. Waarom het 40, dat is natuurlijk relatief veel, hè? Dat is 20%, als ik even goed reken. Klopt dat? Ja. Dat is relatief veel. We weten de oorzaken van dat verschijnsel, kennen we niet. En waarschijnlijk daalt het nog verder. Van die 160 moorden, by the way, zijn er ruim 30% ervan ligt in de relationele sfeer. Dus de grootste kans om vermoord te worden, heeft u... Ja. Ik
kijk hem of haar dadelijk nog maar eens even strak aan. Wat we altijd horen is holleder en afrekeningen in het drugsmilieu en dat soort van verschrikkelijke dingen, maar nee, het ligt voor een belangrijk gedeelte ligt het in de relationele sfeer. Eigenlijk is het, wist u trouwens dat er in binnenshuis veel meer dodelijke ongelukken gebeuren dan in het verkeer. In het verkeer zijn het er nog 800 nu. Tel even de gewonden niet mee, dat zijn er grote aantallen. En binnenshuis ligt het boven de 3000. Wist u dat? Nee, dat wist u niet. En weet u wat het gevaarlijkste ding is wat u in huis heeft? De trap. Heel goed, de trap. Ja, mocht u het niet geloven, een geleerde van MIT heeft zo'n boek geschreven, zo'n joekel van een boek, over het trapgevaar. Vooral personen boven de 65 moeten altijd de leuning vasthouden. Hè? Ook als u een trap zonder leuning heeft, laat nog deze week een leuning installeren. En weet u wat de gevaarlijkste treetjes zijn volgens het onderzoek? De bovenste 3 en de onderste 3. Ja, want dan denkt u, ik ben er al. U laat de leuning los, en daar ga je. En als je 18 bent, ach, dat gaat nog wel. Hè? Maar als je boven de 65 bent, dan kun je vrijwel niks meer hebben. Hè? Zelfs een oliebol kan dan in feite dodelijke effecten hebben. En nou ja, wat denkt u van het schoonmaken van de dakgoot en allemaal dat soort van dingen die mensen... Doe het dus niet zelf. Dit is ook een nuttige tip. Als uw partner er weer over begint, dat je zegt, wist u wel dat? Hè? Wil je soms van me af? Hè? Zoiets in die geest, ja. Maar nu ga ik u iets voorleggen. Ik ga u iets voorleggen. Hier werd dus lacheriger op, het was een kadertje in de krant. En ja, het werd zo opgesteld van eigen schuld, dikke bult, ik bedoel, ja... Wie slaagt er nou in om zichzelf om het leven te brengen bij het aanbrengen van schootjes in de gang? Maar nu geef ik u een ander scenario. Er zijn in Nederland in 2007, dat was dat laatste jaar, 24 doden gevallen als gevolg van terroristisch geweld. En enkele tienduizenden mensen zwaar gewond geraakt bij terroristisch geweld, waardoor ze zich polyklinisch moesten laten behandelen. Wat dan? Wat dan? Dames en heren, het land zou te klein zijn geweest. Alle internationale tv-ploegen zouden zich in Nederland concentreren. Hoe is dit mogelijk? Er zou een ministerie van antiterrorisme komen onder leiding van burgemeester Dikkerdak. Het zou een ramp zijn. U zou niet meer over straat durven. Ik zou hier een lezing gaan houden en alleen de hoogwaardigheidsbekleders zouden er nog zitten, hè? Die hier naartoe waren vervoerd in een zwaar gepantserde Mercedes. Ja, ik sprak nog eens voor de AIVD. Je ziet dat je moet dat een beetje organiseren. En er kwam een meneer met een Mercedes voorrijden. En ik zei in mijn ironische onschuld, hij is zeker gepantserd. Ja, hij was gepantserd. Ah, wat vindt u daar nou van, hè? Spreker wordt met gepantserde Mercedes van huis gehaald. Men veronderstelde raketaanvallen ter oogte van Oude Rijn waarschijnlijk. Ik weet niet precies wat, ja. En het zaaltje waar ik moest spreken, daar stonden van die neven van dat bewakingspersoneel van Wilders voor de deur. Hè? Dat zijn die lui die de verkeerde kant op kijken, zou ik maar zeggen. Ja, dat vond ik wel een amusante zaak. Ja. Maar zijn die mensen minder of meer dood dan die 24 doden van het zelfklussen en de blarenblazers en al die andere rommel, niet waar, waar we onze grote hoeveelheid vrije tijd mee wensen te vullen? Nee, voor de familie is het eigenlijk gruwelijker dat je struikelt over je eigen klopboor, dan dat je in de wereldwijde strijd tegen het islamisering, dat je daar in het leven hebt gelaten. Hè? Want je riep op het laatste moment nog, leven het christendom. Nee, sorry, leven de joods-christelijke humanistische traditie, riep je nog. En doink. Ook zoiets raars, de joods-christelijke humanistische traditie. Hè? Wie is daar ook weer mee begonnen? Pim Fortuyn. Maar daar zijn al die andere kermisklanten, zijn er ook wild mee met de joods-christelijke humanistische... We hebben duizenden jaren bij de minste of geringste gelegenheid de Joden vermoord. Hè? Denkt u aan de pogroms en nou ja, nog vrij recentelijk zijn we vrij druk bezig geweest.
met deze zaak. Maar het is de Joods, een hele rare traditie, de Joods-christelijke traditie. Waarschijnlijk bedoelen ze dat het Oude Testament er ook bij hoort. Ik weet niet precies waarom het zo geformuleerd. Het humanisme is, oké, dat wortelt ten dele in een soort van verstandig gemaakt christendom in de zin van die toren. Hij staat er nog, hè? Ik had verwacht dat het... Maar aan de andere kant is het humanisme natuurlijk te beschouwen nou juist als een langdurige en systematische kritiek op het obscurantisme van het christendom. Wat natuurlijk net zo'n obscure religie is als al die andere religies. Maar ja, mensen willen dat nou eenmaal. Die willen nou eenmaal al onzin geloven. Dat is een soort... En mensen, dat blijkt ook uit alle onderzoek, mensen geloven veel makkelijker volstrekte onzin dan dingen die inderdaad juist blijken te zijn op grond van wetenschappelijke toetsing. Hè. Ze geloven liever dat de Twin Towers zijn opgeblazen door de regering Bush. Hè? En dat die vliegtuigen die werden met de afstandsbediening bestuurd, die waren ook leeg. Ja, wat er met die passagiers is gebeurd, is onbekend. Dat weten we niet. Waarschijnlijk naar Patagonië geëmigreerd of een nieuwe identiteit gekregen, wie zou dat zeggen? Ja, nou waren er wel mensen, dat vond ik wel interessant, er zijn varianten in de omloop van dit verhaal. Ze beginnen er altijd over bij lezingen. Die zeiden, ja nee, die Amerikanen zijn te stom. De Mossad heeft het gedaan. In opdracht van de Amerikanen. Daarom zijn ook alle Joden die in die gebouwen werkten, die zijn de dag daarvoor gebeld. Van, je kunt beter morgen niet naar je werk gaan. Ja, hoezo dan? Ja, ik zou niet gaan. Ik zou echt niet gaan. Ja, dat geloven de mensen. Dat soort dingen geloven de mensen. Ze geloven ook aan de islamisering. Hè. In feite precies even compleet idioot, maar ze geloven eraan. Ja, wat had ik nog meer op de rol? De vergrijzing, dames en heren. De onbetaalbare vergrijzing. Al die krakkemikkige oudjes waar je niks aan hebt. Hè. Ze kunnen niet meer werken. Hè. Het is vaak de laatste jaren zijn, u weet, 80% van de medische kosten die in een leven worden gemaakt in de laatste 2 jaar. Als we er nou eens mee begonnen met z'n allemaal 2 jaar, voordat het zover is, een welgemeend advies te geven, zeker nu we van de rem af moeten, hè. Ja, dat gaat geld kosten van de rem af, dat we toch al die jaren op de rem gereden hebben, hè. Dat, heeft u het gemerkt eigenlijk? Weet u wat eigenlijk onze rangorde economisch is in de Europese Unie? Heeft u daar enig idee van? Weet u wat het rijkste land van de Unie is qua inkomen per hoofd? Dat is Luxemburg, dat weet u allemaal. Maar u weet dat zijn criminelen, dus die hoeven we niet mee te tellen. Ja, gaat het om het land wat door hard werken nummer 2 geworden is? Dat zijn wij. Ja, ik wijs nu even naar mezelf als ja, pas pro toto eigenlijk, hè? Pas pro toto, ja. Is dat niet een opmerkelijke zaak? Dat wordt in Nederland geheim gehouden. Dat wij het economisch werkelijk voortreffelijk doen. Laagste werkloosheid, 1 na hoogste arbeidsparticipatie, onwaarschijnlijk hoge productiviteit per gewerkt uur, een relatief flexibele arbeidsmarkt. Als we van de rem afgaan, nou wat dat voor een wereld moet worden. Dat moet echt. Ik zou zeggen, doe de veiligheidsgordel maar van staan. Want die Rutte heeft geen idee wat hij gaat. Een soort van nabrander gaat er werken, hè? Ja, vindt u het niet wonderlijk dat we ons nu al een klein decennium de meest fantastische nonsens laten wijsmaken? Waar de media overigens hun grage medewerking aan geven. Hè? Is het zo erg, die vergrijzing in Nederland? Is het bijvoorbeeld in Nederland erger dan in andere landen? Interessante vraag. Hè? Is dat zo? Want ja, die denkt die Fransen 62, die maken zo nergens zorgen over. Hè? 0,0. Nee, wonderlijk genoeg zijn wij het enige Europese land wat nog een zekere bevolkingsgroei vertoont. Ja, zegt u, dat zijn die allochtonen weer. Hè? Ah. Ja, big breeders. Hè? Nee, weet u hoe dat komt? We hebben een relatief, we hebben wel een vergrijzingsprobleem, maar het is minder ernstig dan elders. En hoe komt dat? Dat komt door de babyboom.
Want de babyboom, bij ons een uniek verschijnsel, alleen de Verenigde Staten heeft een enigszins vergelijkbare babyboom. Tussen 1946 en 1968 hadden wij als rijk land het voortplantingspatroon van een Latijns-Amerikaans bananenstaartje. Onze ouders, die de hele dag keihard hadden gewerkt aan de wederopbouw, hadden de gebakken aardappels nog niet op. Of ze zeiden tegen elkaar, voor het vaderland, moeten we er toch iets aan doen. En daarbij moeten wij toch wel zeer in het bijzonder onze zuidelijke provincies een extra veer op het hoofd, op de hoed steken. Hè? Want dat was toch wel een prestatie zoals je ze maar heel zelden ziet. Hè? Met van die gezinnen waarbij de kinderen eigenlijk een statistisch aflopende reeks vormden. Hè? Geheel in overeenstemming met de mathematische principes. Ja. Dus wij zijn eigenlijk op dat punt, wij bijvoorbeeld, u denkt waarschijnlijk ook, laat ik dat dan maar ook maar, dat wij bijvoorbeeld, nou ja, denk aan die uitkeringstrekkers die nu al in Nederland al decennia de baas zijn, dat zal nu ook afgelopen zijn. Hè? U zult maandag eens zien, het gaat echt helemaal anders worden, helemaal anders. Ja, maar hebben wij een hoog uitkeringsvolume? Dat lees je altijd, hè? Ook zo'n mythologie die Pim Fortuyn in het leven heeft geroepen, de zompige delta en zo, en een monsterachtige verzorging. Hebben wij, dames en heren, een monsterachtige verzorgingsstaat? Hoe ligt het met ons uitkeringsvolume eigenlijk? U ziet al die vragen, hè? Daar heeft u in de afgelopen jaren heeft u vaak gezegd, nou, ik weet eigenlijk niet wat u gezegd heeft natuurlijk, maar u heeft allerlei betogen gehouden en opinies geformuleerd terwijl u er geen bal van af wist. En dat is eigenlijk een van de grote problemen van Nederland in de afgelopen 9 jaar, dat we ons die dingen wijs hebben laten maken en dat de modale kiezer niet achter zijn pc'tje gaat zitten en opgoogelt hoe het eigenlijk precies in elkaar zit. Iedereen kan dat doen, dames en heren. Als u iets in een krant leest en u denkt van, nou, zou dat nou zo zijn? He? Lijkt dat nou erg waarschijnlijk? Dan kunt u dat even opzoeken. Waarom doet u dat niet? He? Waarom laten we die lulkoek ons wijsmaken? Wij hebben helemaal geen monsterachtige verzorgingsstaat. Ons uitkeringsvolume is relatief klein. Dat komt onder andere omdat, ja, kan ik u ook even, wat is de grootste uitkering die we hebben? De AOW, ja. Daar hebben we allemaal voor gespaard. Hè? Voor u spreekt een uitkeringstrekker. Ja, niet voor niks ga ik de deur uit om te spreken. Want het is niet veel hoor. Ja, en omdat, dat maakt onder andere dat het volume niet zo groot is, onze uitkeringen worden bruto gedaan, zoals u weet. Daar wordt belasting over geheven. In heel veel landen is dat helemaal niet zo, dan krijg je, lijkt mij wel praktisch, een netto uitkering. En als je zo kijkt, en je neemt het netto bedragen waar het om gaat, zitten wij ietsje boven het niveau van Engeland en Italië. En ik kan u verzekeren, er is geen enkele reden om trots te zijn op dat uitkeringsniveau. Maar daar letten we niet erg op. Maar deze regering, dat moet nou weer gezegd worden, nu de uitkeringstrekkers eindelijk de voet van de rem wordt gerukt. Ja, want die hielden de voet op de rem. De uitkeringstrekker, met name de bijstandsmoeder, gaat er in de komende 4 jaar 2000 euro op achteruit. Ik vind dat eerlijk gezegd. Dat je onder deze omstandigheden, bezuinigingen die noodzakelijk zijn geworden, niet waardoor het wangedrag van de financiële sector, dat je dat afwentelt, niet op de sterkste schouders, maar op de zwakste schouders, ja, zouden we toch niet dan de voet op de rem moeten houden. Ja, en dan heb ik nog een... Dan is er natuurlijk nog de Nederlandse spoorwegen, om de zaken af te ronden. Ik kan u overigens geruststellen ten aanzien van de babyboomers. Je kunt precies uitrekenen wanneer het afgelopen is met de babyboomers. De laatste babyboomer is geboren dus in 1968. Daarna valt eigenlijk ons geboortecijfer steil naar beneden. Heel opmerkelijk, by the way. Leven bisschop Bekkers. Die bisschoppen heb je niet meer. Zulke bisschoppen zijn er niet meer. En gelukkig weten we ook niet wat hij verder heeft gedaan. Dat komen we ook nooit meer achter waarschijnlijk. Ja, het is toen dus stijl naar beneden gevallen, dat geboortecijfer, maar wat wou ik daar nou daarna?
voor iets interessants. Wat? Nee, 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 ik had nog iets belangrijks te zeggen. De babyboomers. Als je even uitgaat dat een man in Nederland gemiddeld bij geboorte een levensverwachting van iets kleine 80 jaar heeft, het stijgt over sneller dan we verwacht hadden dat het zou. En een vrouw zit daar nog weer boven. Bij geboorte, moet u zich eens voorstellen. Hè? En zodra een klasgenootje met de driewieler onder de fiets, onder de bus komt, dan komt er bij u alweer een hele smak jaren bij. Nou, statistisch is dit geen sterke redenering, maar bij wijze van spreken. Dus reken het even uit, 68, dat doen we 80 jaar bij, dus dan zit je in 2048, zijn in feite alle mannen van de babyboom dood. Daar zijn nog een paar ijzersterke exemplaren over, maar ja, als we de voet eenmaal echt van de rem hebben, kunnen we die ook niet meer handhaven, naar mijn gevoel. Misschien kunnen we ze exporteren of zo, of verkopen aan laboratoria. Je kunt je er van alles bij voorstellen, maar we, ik bedoel, mensen die niet meer productief zijn, sorry hoor. Maar daar moet je, ja, dat is zorgelijk. Hè? Ik vind dat, ja, waarom formuleer ik dat zo? Omdat ik die hele discussie zo achterlijk vind. Dus is het één na rijkste land van Europa, en dan zitten we maar te zeiken over die, over de kosten van de zorg en de kosten van de bejaarden. Ik bedoel, is dat het, ik zou zeggen, het is fantastisch dat we zo welvarend zijn, dat we die mensen ook in hun krakkemikkige levensfase nog een min of meer fatsoenlijk bestaan. Waarom dat gezeik over de kosten? Wat is dat voor raars? Ik vind dat zoiets merkwaardigs. En dat geldt ook natuurlijk voor, we zullen ergens tot nog dat enorme accres van die welvaart, hè, wilt u, ja, u heeft misschien al twee ijskastjes, hè, één groot in de keuken, een kleintje voor de jenever boven en misschien mevrouw ook al een klein autootje gekocht, maar het houdt een keer op. Hè. Het aantal gezinnen met 7 auto's, ja, dan begin je toch, ja, je kunt in een nieuwe keuken, dat kun je elke 5 jaar een keer doen, hè, althans dat doen mijn kennis in grote trekken, ja, met een geruisloze afzuiger. En als ze hem aanzetten kun je echt elkaar helemaal niet meer verstaan. Jij nog liever in de oliebollenlucht zit. Ja, de NS. Nou, daar kunnen we wel kort over zijn. Het is tijd. Dat is een hopeloos geval. Ik stel eigenlijk voor dat de NS alle dagen het noodweerscenario gaat volgen. Hè, zodat het niet mis kan gaan, als het ware. Hè, dus dat ze ook vandaag, ook op een mooie zonnige herfstdag in het voorjaar, altijd het extreem weerscenario. Dat betekent minder treinen, meer overstappen en dan de kaartjes duurder maken. Dat lijkt mij eigenlijk het beste scenario. Hè? Zodat je geneigd bent om dan maar in de auto te gaan zitten. En dat is het voordeel van de auto. Als u vastloopt op de Veluwe in het eerste sneeuwbuitje, ik weet niet, een paar jaar geleden gebeurd, weet u het nog? Dan komt de ANWB met een dekentje. Hè? Dat vond ik wel, dat vond ik, en warme chocola. Dat vond ik wel aandoenlijk. Ik denk wel eens, weet je wat, ik ga midden op de Veluwe stilstaan en dan bel ik voor een dekentje en warme chocola. Ja, en dan op de radio eine kleine nachtmuziek. Ja, ik dank u voor uw aandacht. Ik hoop eigenlijk dat ik iets van uw angsten, ja misschien had u ze wel helemaal niet, dat ik iets van uw angsten heb weggenomen. Wij zijn het één na welvarendste land van Europa. Er is geen enkele kans op islamisering, terrorisme speelt geen rol. De kans dat u vermoord wordt is aanwezig, maar dan is het uw echtgenoot. En kortom, we leven in grote trekken in het paradijs voor zover dat op deze planeet gerealiseerd kan worden. Dank u wel.